Ik vind het allemaal prima dat mevrouw Leeflang nu ook weer roept van we moeten de kijkcijfers veel minder belangrijk maken. Nou ja, dan gaan de sterinkomsten omlaag van de publieke omroep, hebben ze nog minder geld. Dus dat vind ik altijd heel makkelijk roepen, maar dat werkt ook voor geen meter in dit land. De vier onderhandelende partijen komen vandaag nog één keer bijeen voor het meireces. Politiek verslaggever Xanne van der Wulp vertelde gisteren in het NOS-journaal dat de partijen inmiddels ook hebben gesproken over mogelijke bezuinigingen op de NPO. Er zou worden gestuurd op een bezuiniging van zo'n 200 miljoen euro. En het budget nu is ruim 800 miljoen euro, als ik het goed heb. Angela, gezien de ferme... miljard aan. Tegen het miljard aan. Dat is wel iets meer. Ja, ja, maar er zit ook nog reclameinkomsten bij. Dus het is een beetje een begintbedrag. Dus inderdaad, als je het opvraagt, dan krijg je ook nooit een eenduidig antwoord. Van welke omroep of welke organisatie ook belt. Vandaar dat ik het ook een beetje omslachtig probeerde te omschrijven. Maar goed, Angela, gezien de ferme standpunten van de vier formerende partijen over de publieke omroep. Mm-hmm. En vooral van twee van die partijen eigenlijk, de PVV en de VVD. De PVV wilde helemaal vanaf. VVD wilde 400 miljoen bezuinigen, de helft eraf. Ja. Valt dit bedragje dan mee of tegen? Want NSC die zei weer, nee, je moet het bedrag wel zo houden zoals het is. Alleen het kan wel net af. Nou ja, volgens mij is het gewoon polderland in optima forma, toch? Alles weg, 400 weg. Nou ja, dan kom je op 200 uit. Volgens mij kon je dat van tevoren al wel enigszins bedenken. En er moet bezuinigd worden. Dus ja, dan is de publieke omroep een makkelijke prooi. En laat ik vooropstellen, van mij hoeft er niet bezuinigd te worden op de publieke omroep. Maar ja, dat mag wel. Als het dan toch gebeurt, denk ik dat de publieke omroep het gewoon als een enorme kans moet zien. En ik snap best dat dat lullig is om te horen als je baan op de tocht staat. Maar ik werk zelf bij een krant al 25 jaar die verschillende rondes heeft meegemaakt qua reorganisaties en bezuinigingen. En ik moet toch zeggen dat we er in die end een stuk beter uitgekomen zijn dan dat we er daarvoor voor stonden. Ja, ik denk dat niemand is die in de journalistiek werkt langer dan 10 jaar nog nooit dat heeft meegemaakt. Je hebt altijd wel een reorganisatie meegemaakt. Dus ja, de kranten zeker. De publieke omroep. Ook bij de publieke omroep, ook bij de commerciële omroep. Ja, ik heb er denk ik al een stuk of 5, 6 gehad, denk ik, in mijn carrière. Ja. Nou ja, daarom. Dus dan weet je wat voor onrust dat geeft en hoe er bij de koffieautomaat wordt geouwehoerd. En iedereen kijkt elkaar argwanend aan. En hoe lang ben jij al in dienst? En hoe lang ben jij al in dienst? En LIFO en wordt het FIFO en nou ja, allemaal van dat soort onzin. Maar zit daar niet het gevaar dat je als je zoveel moet bezuinigen dat dan dus ook geschrapt wordt daar juist waar het allemaal gemaakt wordt? Volgens mij moet de NPO gewoon met een heel goed plan komen zelf. En kan er enorm gesneden worden in een hele hoop overheidskosten op het moment dat je echt fors teruggaat weer in het aantal omroepen, wat makkelijk kan. Want ik zal me er hier niet populair mee maken, maar KRO en NCRV is toch redelijk hetzelfde tegenwoordig als BNNVARA. Vind je? Ja, nou komt er weer, gaat er weer iemand mailen dat er allemaal programma's zijn die niet door BNNVARA worden gemaakt, die wel door de KRO worden gemaakt. Maar grosso modo, als je naar de mission statement kijkt, wat de KRO de wereld inslingert, dan verschilt het niet heel veel van BNNVARA. Het gaat niet zozeer om het snijden in omroepen, maar in het snijden van de zenders. Of begrijp ik dat verkeerd? Namelijk dat derde net dat er af moet vallen. Dat is dan weer een idee van NSC, waarvan ik denk dat vind ik wel prima. Ja. BBC One, BBC Two, die hebben we ook niet meer. Als je de jongeren wil bereiken, wat ze altijd wilden met NPO 3, dan moet je volgens mij gewoon dat geld overhevelen naar YouTube. Maar laten we het zo meteen even hebben over of er al dan niet een zender vanaf moet. Even terug naar die omroepen en die zich moeten profileren al dan niet. Er zijn natuurlijk in het verleden verschillende aanpassingen geweest in de publieke omroep. Eerst was er zoiets als de verzuiling, waardoor de omroepen zijn zoals ze waren. Iedereen vertegenwoordigde een stroming. Toen was er ineens een moment waarop ze zeiden, nee, je moet samen gaan en je moet veel breder zijn. Dan doen omroepen dat, was het weer niet goed. Nu moeten omroepen zich weer allemaal gaan profileren. Ja. Mm-hmm. Je vraagt nogal wat. En dan is nu ineens de discussie, ja, als je niet genoeg hebt geprofileerd, heb je dan wel bestaansrecht. Wacht heel even. Mm. Wat gebeurt hier? Nou, in ieder geval komt de EO er altijd als best uit. Want die profileert zich het duidelijkst. Ja. Dat weet ik wel in dit soort discussies. Dat is, maar is dat ook zo? Tuurlijk. Ik ben gevast te kijken, maar dat lijkt me wel, ja. Het gros van de programma's kun je met blinden en met je ogen dicht kun je aanwijzen dat dat echt door de EO is gemaakt. Er valt minstens een keertje het woord God. Iedereen heeft zijn kleren aan en zijn haar gekamd. maar dit is natuurlijk een vrij structurele vraag. Waar dient de publieke omroep voor? Mm-hmm. Dat is neem ik aan de vraag die je moet beantwoorden. Ligt daar een journalistieke taak? Ligt daar een entertainment, een vermakende taak? Ik denk dat je zo moet gaan nadenken. Ja, nou de opdracht is om een breed publiek te informeren. Nou, dan moet je niet alleen de EO doen. En om die mensen te bereiken, probeer je dat ook te doen door wat entertainment tussendoor te verstrooien. Zeker. Ja. Nou ja, weet je, ik vind het mooie van ons publiek bestel is dat je, als jij iets een gat
constateert bij al die omroepen, dat je dan gewoon zelf een omroep opricht. Je haalt en verzamelt een x-aantal handtekeningen en je kan je omroep beginnen. Mm-hmm. Dat vind ik onwijs mooi en heel democratisch. En tegelijk, hoe heet het? Het probleem daarvan is alleen dat er geen achterdeur is. Dus je kan er wel in, maar nooit gaat er meer iemand weg. Je kunt wel promoveren, maar niet degraderen. Nee. En daar moeten ze iets aan doen. Ja. En tegelijkertijd, ik als televisiekijker, als liefhebber van het medium, zie op het moment gewoon echt te veel programma's bij de NPO die echt zendervulling zijn. Ja, want de vraag is ook, waarom maak je die? Als je erin komt, Omroep Zwart is er nieuw bijgekomen, Ongehoord Nederland is er nieuw bijgekomen, dan is ook nog maar de vraag, krijg je plek? En zo ja, waar krijg je plek? Heeft Omroep Zwart zich bijvoorbeeld de afgelopen 2 jaar voldoende kunnen profileren? Je krijgt wel plek, je krijgt alleen niet zo heel veel plek. Nou, niet zo zichtbaar, toch? Nee, maar dat is natuurlijk weer de aspirantomroep die ook heel weinig zendtijd heeft. En dan gaan de grote omroepen natuurlijk weer koeren. Want ja, die moeten dan weer zendtijd inleveren voor die. Dus ja, moet je daar niet ook wat aan doen? Want je wil dan ook wel gezien worden, toch? Ja, maar Omroep Zwart heeft nog niet heel veel laten zien. Maar wat ze laten zien, zoals That's My Jam, dat vond ik echt heel leuk. En dat vond ik ook echt, ik denk dat hebben we niet. Het is ook jong, het klinkt anders, het zag er ook echt heel anders uit. Er waren nieuwe mensen in te zien. Nou, daar voegden ze echt wel iets mee toe. Ja. Bij de publieke omroep maakten ze een breder. Ja. In ieder geval voor een doelgroep die ze niet heel automatisch bereiken. Nee. Jullie hadden net al over dat derde net. Dat is iets waar NSC mee kwam. Dat zou een optie voor hen zijn, maar dan wel het budget hetzelfde houden. EO-directeur Arjan Lok is ook voorzitter van het College van Omroepen. Zeg maar de woordvoerder van de omroepen. Die zei gisteren in een interview op de website Spreekbuis dat wat hem betreft ook valt te praten over die afschaffing van een van die drie netten. Mits dan het budget hetzelfde blijft. Zou dat ook een oplossing kunnen zijn? Dat de oplossing is, Arno? Dus gewoon net drie eraf? Nou, is er wel makkelijk mee dan, toch? Als hij nu al inlevert. Ja, maar dat betekent wel dat die 200 miljoen bezuiniging dan niet door dat zou kunnen gaan. Die kaart houdt hij op zak. Okay. Mm-hmm. Maar wat levert het dan kun je op? Investeren in digitalisering bijvoorbeeld. Maar dat levert voor de politieke partijen dan niet zoveel op, denk ik. Nee, dat is overduidelijk dat er geld ergens gehaald moet worden. Ja. Zou je 200 miljoen kunnen bezuinigen als je net drie eraf haalt? De experts zeggen van niet, en die volg ik dan maar. Maar ik denk wel dat het gewoon minder ruimte. Maar dat is toch gek als je een derde. Ja, maar goed, dat is natuurlijk met waar de budgetten zitten en je levert ook weer sterinkomsten in. Dus dan is het altijd weer een rekensom waar iedereen mee gaat goochelen. Volgens mij moet je het zo bekijken. Je moet uitgaan van de kracht van de publieke omroep en dat zijn de programma's. En maak je nu alle programma's waarvan je duidelijk kan aanwijzen, die hebben een publieke waarde. En dan gaat het me niet om journalistieke programma's alleen, want ik vind Heel Holland Bakt en Wie is de Mol en Boer zoekt Vrouw ook publieke waarde hebben. Moet de publieke omroep ook zeker blijven maken. Maar een biohack project of zoals nu Out of Office. Toevallig twee programma's van KRO en NCRV. Je hebt het wel echt gemunt op de KRO en NCRV. Ik momenteel op KRO en NCRV, denken ze daar. Ik moet het echt even op gaan nemen nu. Voor maar die programma's die voegen echt helemaal niks toe. En het lijkt toch echt een beetje als een soort werkverschaffing voor sommige presentatoren of voor BN'ers. Want dat was het biohack-probleem. Ja, ik ben het niet helemaal met je eens met Out of Office. Want het is natuurlijk een onderwerp wat breed leeft in de maatschappij, toch? Maar maak er dan een fatsoenlijk programma van, wat ook leuk is om naar te kijken. Smaakverschil. Moet de Floortje een keer weggaan? Wat zijn de kijkcijfers, Roos? Zijn de kijkcijfers? Daar kijk ik nooit naar. Nee. Dus, maar dit is natuurlijk wel interessant. Want dit vraagt om een, heel flauw gezegd, een smaakpolitie. Wat is wel intelligent amusement? Of intelligent, kwalitatief amusement en wat niet? Ja, dat is wel een eeuwige discussie bij de publieke omroep. Hè? En smaken verschillen. En dan zou je zeggen, dat is dan ook gewoon aan de omroepen de inhoud die zij eraan geven, toch? Ik ben het overigens eens met Anja. Dat je, je moet intelligent amusement. Mies Bouwman. Wel Mies Bouwman, niet Ron Brandsteder. Ja, dit is misschien ook een generatieding. Maar dat je... Showbiz Quiz zat ook altijd bij de Tros in het publieke bestel. Ja, die dus niet, maar Telebingo wel met Mies Bouwman. Om daar maar even... Dus je moet volgens mij gewoon altijd verschillende groepen bedienen. En dus ook de mensen die gewoon Frans Bauer willen. Ja, en, ook niet per definitie kijken naar of dat dan heel veel kijkcijfers oplevert of niet. Want er is altijd een niche, toch, die je ook wil bereiken. Dat geldt voor bepaalde programma's. Maar ja, ik vind het allemaal prima dat mevrouw Leeflang nu ook weer roept van, we moeten de kijkcijfers veel minder belangrijk maken. Nou ja, dan gaan de sterinkomsten omlaag van de publieke omroep, hebben ze nog minder geld. Dus dat vind ik altijd heel makkelijk roepen, maar dat werkt ook voor geen meter in dit land. Ja, Floortje Smit, hoort entertainment thuis bij de NPO? Ja, ik vind het ingewikkeld. NPO is momenteel heel erg goed in kwaliteitsdrama. Nederlands kwaliteitsdrama, dat zou op een andere plek niet gemaakt worden. Hè? Dus je kan ook zeggen, van we hebben tegenwoordig Netflix, die springt misschien in dat gat, maar dat is niet zo. Dat is niet dit soort drama en dat is niet oer-Nederlands drama. Dus in die zin hoort het er wel bij. Ik,
ik denk wel dat het ingewikkeld is. Want ja, je moet inderdaad heel erg gaan afvragen waar die NPO nu eigenlijk precies voor is. En eigenlijk, het is bijna, zou je helemaal terug moeten naar bijna een soort filosofische discussie van wat willen we nu precies gaan bieden? In wat voor percentages wordt het nieuws? Hoeveel percentages entertainment? Wat voor soort entertainment? Ja, dat moet je helemaal gaan herijken. En dat is nogal wat om te doen. En kan dat als je tegelijkertijd ook moet bezuinigen, Arno? Nou, dat is wat Angela zegt. Maakt van de nood een deugd. Ja. Wil je meer van het Mediaforum zien? Klik dan hier voor de andere video's van Spraakmakers. Of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.